Yo, kijk van Kermisweer Grieks uit TV. Vandaag weer een nieuwe update video van Kermisweer 2016 attractielijst. Er zijn weer twee attracties bekendgemaakt. Er waren er al twee bekendgemaakt. Wil jij weten welke twee dat waren? Check even de eerste video. Er is een afspeellijst van deze serie. Dus dan kan je in de beschrijving kijken voor die twee attracties die er toen al bekend zijn gemaakt. Dat is update video 1. Dit is update 2, video 2. Er zijn weer twee attracties bekendgemaakt. De eerste waar ik meteen mee begin is de Jumper Jumper. Op hun Facebookpagina had ik gevraagd, komen jullie ook naar weer? En ze zeiden de place to be, dus dan zullen ze waarschijnlijk wel komen. De Jumper Jumper die heeft al een aantal jaren weer gestaan op de Dries, dus voor de meeste wel bekende. De tweede attractie, dat is een vind ik echt een top attractie. Dat is de Ghost Rider, oftewel de oude Hus Booster. Die zien jullie nu in beeld. Die heeft in 2014 in weer gestaan. De Hus Booster, maar hij is nu gerestyled naar Ghost Rider. Dus een andere achterwand, andere naam. Alles is een beetje mooier gemaakt, toch wel dezelfde machine. Maar dit is dus de Ghost Rider, laat ik nu een plaatje van zien. Wat jullie net zagen was in 2014 en weer, dat was de Booster heette die toen nog. Dus nu zie je gerestyled naar Ghost Rider en zo komt hij ook weer. Dit waren de twee attracties die ik deze update video bekend maak. Zodra er weer nieuwe attracties bekend zijn, laat ik dit weten in een video. Wil je op de hoogte blijven van de attracties, check dan gewoon mijn kanaal, abonneer. En dan zie je vanzelf alweer wanneer er een nieuwe update video is. Je kan er altijd een keertje de afspeellijst kijken als je alle attracties wil weten die tot nu toe bekend zijn gemaakt. En bedankt jullie voor het kijken, tot de volgende keer!